Hey gasten, wanneer is weer online? Onkel Ron, godverdomme, de hele weekend heb ik met die kuttelefoon gezeten. Ik kon niks doen, ik kon niet appen, ik kon helemaal niks. Ik moest mijn pukkel hebben. Had ik natuurlijk niet meer met, hè. Ik wilde slim zijn, ik wilde een tweede simkaartje in mijn telefoon doen. Maar ja, deze aan mij niet besteed, de techniek en zo, zoals iedereen weet. Dus ja, de hele weekend niet kunnen bellen, niks kunnen doen, niet kunnen vloggen, niks, totaal niks. Hier dan wel gelegen met die brandwonden, dat en dat. We zijn trouwens mooi geheeld, we beginnen mooi te helen. Kijk. Is wel nog, ja, een beetje heftig, maar we beginnen goed te helen. Ja, ik kon niet vloggen, ik kon niks, helemaal niks. Niemand bereiken, telefonisch ook niet. Normaal komen er wel eens vrienden langs. Er kwam ook niemand. Dus ja, helemaal fucked up. En wij vanmorgen om 12 uur ook met de KPN terug. En die hebben dat binnen een paar seconden hebben die dat gepiept met die pukcode. Geen probleem. Maar ja, dan ben ik getwijfeld, dan ga ik naar die Turk denken voor dat Libarra-kaasje erbij te doen. Dan krijg je 20 euro per peltegoed en dan wordt het verdubbeld, dat is 40. Dus ja, altijd handig voor de bellen en zo. Maar dus ik kon helemaal niks, ik kon niet op Instagram, niks, totaal niet, kon ik niemand bellen, totaal niks, helemaal niks. Terwijl ik had voor 20 euro Libarra-peltegoed, ik had nog voor 10 euro KPN-peltegoed. En dan kun je niks, helemaal niks, fucked up. Ja, dat is allemaal. Tupac. Two shots in the door. Toen dit nummer uitkwam, toen was net dat, dit schietincident met de politie, tussen mij en de politie. Two shots in the door. En dat is letterlijk wat er gebeurd is toen. Ze hebben twee keer in de deur geschoten, de slaapkamerdeur, twee keer. Ze hebben niet geraakt, stond wel de dag daarna in de krant. Politie schiet man neer in Kerkrade. Ze hebben helemaal niet geraakt. Maar ja, dat maken media dan weer van. Maar de politiewoordvoerder die doet dat vervolgens dat die journalisten vertellen. Ja, we hebben een man neergesloten, bekende met politie en bla bla bla. En niet eens geraakt. Two shots in the door, wat hij ook zei. Die plaat kwam toen uit, ik geloof. 98 was ik, geloof ik. I see no chases, bitch. Ja, dat was heavy dan nou, man. Two shots in the door. Maar nu kan ik dus weer, ben ik weer actief met mijn flora. En die hele shit. En kan ik wel actief zijn, Instagram, alles, noem maar op. Ik had nog vrijdagavond flink veel lol aan of ja, eigenlijk filmpjes gemaakt. Ik wil jullie niet zien, denk ik. Wat een hier, ja, vet hè. But you bring me sleazy way. Ja, dit nummer, toen dit uitkwam, toen gebeurde het juist met die schietpartij. Two shots in the door. Daar hadden ze ook één schot in de. In de slaapkamerdeur en één schoot in het tafeltje, kleine tafeltje in de slaapkamer. Ja. Ja. Dus vandaar weer een vlog. Ik denk, ik moet ook even mensen kennis stellen wat er is gebeurd, waarom ik niet actief ben geweest, waarom ik niet gevlogd heb. Dat is dus de reden. En nou ben ik weg, maar ik moet nog wat dingen doen. Dus, later.